Hallo allemaal, dit is mijn vierde filmpje met de producten van Studio Light. Mijn planner zit vol, dus ik moest een andere oplossing vinden om weer iets nieuws te maken. Studio Light die heeft in verschillende kleuren nu deze ringen. En ik heb deze gebruikt, dat is ring SL02. De gaatjes zitten natuurlijk al in de stans als je hem stans. Daarvoor heb ik dus deze gebruikt. En dat is stencil SL347. Het papier komt uit dit papierblokje. Dat is van Janine, PPJMA11. Wat ik het leuke aan deze blokjes vind, is dat dit papier wat hierin zit 20,3 bij 20,3 is. En de planner is 20,5. En als je natuurlijk een basiskleur papier gebruikt en je stanst dat, dan valt die automatisch ietsjes kleiner uit. Wil je een groter randje, dan snijd je er nog weer een klein randje af. Maar dat vind ik dus heel leuk aan deze paperpads. Voor de sluiting heb ik zo'n bandje gesneden, de hoekjes afgerond. En daarvoor heb ik deze stans gebruikt om dit te creëren. Dat is stencil SL371. Je vouwt dit dus om jouw kaartje heen. Ik heb het dus voor die tijd met deze hoekjes uitgestanst. Maar dan is dit nog niet uitgestanst, dus ik heb het eromheen gevouwen en het stansje hier weer nog een keer ingelegd. En daardoor stansde hij wel dat ik het eruit kon halen. Dus aan deze twee zijdes heb ik dit gebruikt. Dat gaan we nu openmaken. Als je aan het filmen bent, dan duurt het altijd extra lang. En zo haal ik hem eraf en kan ik hem dus weer eromheen vouwen. Ik heb hier dus ook seambinding aangeknoopt. Dat vond ik een leuke decoratie en daardoor paste het ook een beetje bij elkaar. Dit zijn mijn eerste twee pagina's. Hiervoor heb ik dit rondje gebruikt. Die past hierin. Deze, die heb ik hierin gedaan. En dit kleintje, of twee kleintjes, dit past hierbij. Even kijken, deze moet hier. Die past hier. En deze, die past dan hier. Zoals jullie weten, ik hou van een stukje eenheid. Dat geeft er een balans in mijn werk. Dit is de tweede pagina. Ik heb deze uitgestans van Studio Light en opgeplakt. Dit is een stans om een boekje te maken. Ik heb er alleen een soort van mapje van gemaakt. Hieronder zit een magneetje en daar ook. En hier heb ik, zoals jullie van mij gewend zijn, de stans weer terug laten komen. Dit heb ik in drie zijdes opgeplakt, waardoor ik ruimte had om deze label erin te doen. En hieronder en daaronder heb ik dus de magneetjes geplakt. En zo sluit die. Dit is de volgende pagina. Deze heb ik helemaal in elkaar geplakt zoals die bedoeld is. En bij deze heb ik de onderkant van dit deel niet vastgeplakt. Ik heb hem dus zo gelaten. Daardoor kon ik er gaatjes in maken. En heb je op deze manier een extra details. En het paste gewoon precies alsof het ervoor gemaakt was. En voor deze twee heb ik deze twee labeltjes gemaakt. Die hoort hierin. En deze schuif ik hierin. Verder heb ik dit randje gebruikt, dus ook een stans van de Janine's lijn. Dat vond ik wel mooi, omdat dit een beetje een kartel is, mocht dit ook een beetje bewerkt zijn. Dan heb ik hier een rustige pagina. Ik heb hier een stans voor gebruikt en de tekst en daar de klok op gestempeld. Voor deze twee heb ik deze twee labels gemaakt. Die passen dan heel mooi hierin. Dit is wat jullie de vorige keer van mij hebben gezien, dat ik hem dus steeds korter stans, stukje eraf snij, weer in mijn stans leg om de gaatjes weer te krijgen. En deze onderste pocket heb ik deze dubbele kaart voor gemaakt. Daar kun je natuurlijk heel veel in kwijt. Dus die gaat hier weer terug in. Dan gaan we naar de volgende. Dit is een stans van Art by Marlene. Die heb ik dus door de helft gesneden in mijn stans gelegd om de gaatjes erin te krijgen. En toen kon ik hem dus op deze vier ringen hierin kwijt. Dit is een stansje, of nee, ik heb een stempel gezet op zo'n kleur papier uitgeknipt en opgeplakt. Dat zit daar ook. En dit is de stans, die heb ik zo gelaten. Dus dit komt weer terug, dat vond ik wel leuk. En de buitenkant ziet er zo uit. Dus dat kan ook met de stans van Art by Marlene. Dit is mijn laatste pagina. Daar heb ik dit kaartje voor gemaakt. Die zit daar. Dit is die stans die ik hier omheen heb gevouwen. En toen uitgestanst bij een stans die erbij zat.
alleen maar aan deze twee lange zijdes vastgeplakt. En daardoor had ik dus een pocket waar ik dus ook weer een stansing kon doen. Zo gaat die open. Dit vond ik wel zo ontzettend mooi. Hier wilde ik geen stempel, geen tekststicker, niks op hebben. Want van zichzelf vond ik dit al zo mooi. En de label past er dus ook heel mooi bij qua kleur. En de achterkant heb ik weer hetzelfde als de voorkant gemaakt. Want jullie weten, het moet bij elkaar passen. Dus hier zit net zoals aan de voorkant een label in met een tekst die gestempeld is. En dan is dit mijn achterkant. Dit wilde ik jullie laten zien. En ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren hiermee. Bedankt voor het kijken. En ook bedankt dat er zoveel zich hebben geabonneerd op mijn YouTube kanaal. Dank daarvoor. Dat vind ik zo leuk. Dit was het. Tot de volgende keer. Dag!